De dorpsraad Nederasselt gaat spoedig met de provincie Gelderland op tafel zitten over de kruising van de Drutenseweg en de Graafseweg. Afgelopen donderdag raakte namelijk een 17-jarige bromfietser uit Velp ernstig gewond omdat hij aan het spookrijden was. Bromfietsers en fietsers rijden regelmatig aan de verkeerde kant van de weg bij deze kruising. Automobilisten die vanaf de Drutenseweg de Graafseweg oprijden, houden er geen rekening mee dat er vanaf beide kanten bromfietsers of fietsers aan kunnen komen. De dorpsraad wil dat er tijdelijke maatregelen komen voor deze kruising, ook al omdat de wegen binnenkort nog niet op de schop gaan. De Radboud Universiteit vreest voor forse rook- en waterschade door de brand die dinsdagmorgen woedde in het Grotiusgebouw. Direct na het alarm, 7:45, werd het pand volledig ontruimd. Delen van het gebouw waren toen al volledig met rook gevuld. Een woordvoerder laat weten dat een groot deel van het pand mogelijk nog weken onbruikbaar is. Na 48 uur heeft het bluswater al zoveel schade aan apparatuur en bedrading veroorzaakt dat volledige vervanging mogelijk de enige optie is. Het Grotiusgebouw is een van de nieuwste gebouwen van de universiteit en werd gebouwd in 2014. Een nieuw Halloween-spookhuis in Nijmegen, niet geschikt voor tere zieltjes. Dat is wat bezoekers van De Honig tijdens de Halloween Nights kunnen verwachten. Het thema van het spookhuis is de beruchte kernramp van Tsjernobyl. Als bezoeker ben je slachtoffer van de radioactieve straling. Een arts zal je onderzoeken waarna de patiënten in kleine groepjes of zelfs in een eentje hun weg gaan vervolgen. Volgens de bedenkers wordt de beleving veel heftiger dan spookhuizen en andere attractieparken. De attractie in Nijmegen moet inspelen op diepe psychologische angsten. Je gaat tenslotte naar een spookhuis om bang te worden, al dus een van de initiatiefnemers.